En die krijgt van mij het woord. Dank, voorzitter. En collega Matoeg begon vrij opgewekt een soort evaluatie te beginnen. Ik moet zeggen dat het einde toch wel... Ik hoop dat ze niet te veel afscheidsspeeches gaat geven voor mensen in dat directe omgeving, want dat zal niet heel vrolijk worden. Volgens mij ligt de nuance toch wel ergens in het midden. Maar misschien dan toch, want het is gerefereerd aan de vele verkiezingen die de minister-president gewonnen heeft. Volgens mij zijn die ook in vele verschillende varianten de Tweede Kamer in een samenstelling gedaan en aan elkaar weten te verbinden voor een stabiel landsbestuur. Ik ben even benieuwd ook naar het lerend vermogen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Want we hebben inderdaad gezien dat het partijcongres heeft gekozen voor het standpunt dat onze koning dient te vertrekken. En dat daar een soort presidentieel stelsel voor terug zou moeten komen. We hebben ook de leden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks met vaccinelichtjes op de Dam zien staan toen er een democratische uitslag was op 22 november. Omdat dat allemaal zo erg was. Denkt mevrouw Matoeg dat het nou heel erg bijdraagt aan de verbinding en depolarisatie op het moment dat je een presidentieel stelsel had gehad bij de verkiezingen van 22 november jongstleden? Mevrouw Matoeg. Ja, voorzitter, laat ik beginnen even met die tips en die tops. Want ik doe een aanmaning naar ons allemaal, dus ik hoop ook eigenlijk dat u dat straks ook gaat doen, straks misschien in de interrupties en de andere collega's ook. En dan moet je dat ook bij jezelf doen. Dus mijn tip naar mezelf is time management, hè, in de verspreiding van tijd voor deze speech. Dus dank voor die vraag. Mijn top is hopelijk zo het antwoord op collega Aartsen, voorzitter. Maar dan gaan we even kijken of dat lukt. Volgens mij waren er twee vragen. De eerste vraag was, hoe zit het? Even een tip voor collega Aartsen. Het is de GroenLinks-PvdA-fractie. En onze leden hebben inderdaad een motie aangenomen. En daar begon ik ook mee. Ik zei, wij zijn voor afschaffing van de monarchie. Alleen ik zei ook, en dat ging best wel snel, zie de tip over de time management, op dit moment, als we kijken naar zowel de politieke verhouding als we kijken naar hoe moet je zoiets doen, want we gaan ook zorgzaam om met onze instituties. Dus de inzet nu is op modernisering van die monarchie. Vandaar mijn vragen zowel over het archief, maar vooral ook over de koning belasting laten betalen. En ik hoop heel erg dat het ons vandaag gaat lukken. De Kamer had al meerderheid. Laten we erop staan dat die motie wordt uitgevoerd. En laten we onszelf niet aandoen dat we dan nog een keer allemaal moties gaan indienen. En dan was er iets volgens mij over vaccinelichtjes. Wij hebben ontzettend veel mensen die lid zijn. Ik weet niet wat ze allemaal doen. Volgens mij verwijst u naar een hele mooie bijeenkomst waarin mensen gebruikmakend van hun demonstratierecht op meerdere plekken in het land bij elkaar kwamen. En ik kan alleen maar zeggen dat wij voor dat demonstratierecht staan, voorzitter. Ja, even vanzelfsprekend. Dat lijkt me logisch. Maar u had grote woorden over het aanzien van het ambt. En volgens mij hoort bij aanzien van het ambt ook het land een beetje bij elkaar houden. Zorgen dat je mensen met elkaar verbindt, over eigen schaduwen heen stappen. En dan vind ik het een heel raar voorstel van de Partij van de Arbeid, GroenLinks Partij van de Arbeid. Ik ga geen grappen maken over vijandige overnames. Maar van GroenLinks Partij van de Arbeid om een voorstel te doen voor een presidentieel stelsel. Want laten we eerlijk wezen, we zagen nu al bij onze parlementaire democratie met name ook de leden van de GroenLinks Partij van de Arbeid met vaccinelichtjes stonden omdat ze het moeilijk vonden te accepteren wat de uitslag op 22 november was. Als we het stelsel hadden gehad wat uw fractie voorstelt, dan hadden we een president Wilders gehad. Ik denk niet dat nou, als ik ook kijk naar de vaccinelichtjes op de Dam, dat nou per se had bijgedragen aan het aanzien van het ambt, om elkaar te verbinden, om elkaar bij elkaar te brengen, et cetera. Dus als u het hebt over lerend vermogen, nou, tip top, zou ik zeggen. Misschien goed om daar eens even bij te beginnen. Mevrouw Matoeg. Ja, dank, voorzitter. Ik vind het zo leuk, want ik waardeer de collega Aarts heel erg. Onder andere omdat hij zo goed is in zijn vak. Een stukje van het vak in ieder geval. Je kan echt zien dat dit de voormalig campagneleider is van de VVD. Het is bijna jammer dat hij de afgelopen campagne niet gedaan heeft, voorzitter. Want dit was echt gewoon een hoogpuntje framing, waar twee dingen aan elkaar verbonden werden. Maar serieus antwoord, voorzitter. Want daar zijn we hier voor. Volgens mij heb ik hier net in mijn bijdrage niet een voorstel gedaan voor een presidentschap. Want ik vind ook, als je dat doet, dan moet je dat stelsel uitwerken. En dan zeg je ook, dat zien we ons zo en zo voor. En ik vind ook, instituties, die breek je niet af. Vandaar ook dat wij gezegd hebben. En het standpunt, en dat wil ik wel uitleggen, voorzitter. Je zou nu nooit voor een monarchie kiezen.
Waarom niet? Omdat het idee dat je omdat je geboren bent in erfopvolging, dat dat de reden is. Het is het enige ambt wat we op die manier hebben. En dat standpunt staat gewoon bij ons. Als we dan nadenken en kijken om ons heen, dan zeggen we laten we ervoor zorgen dat dit instituut nu meebeweegt met de tijd. Vandaar die voorstellen. En ik ga het gewoon nog een keer zeggen, want aan de interruptiemicrofoon werd hier voor mensen die bij elkaar kwamen, omdat ze elkaar wilden opzoeken, gebruikmakend van hun... van hun demonstratierecht. En daar staan wij achter, altijd paal achter, voorzitter. Hartelijk dank voor uw inbreng. De volgende spreker is de heer Sneller. En de heer Sneller spreekt namens D66, de Democraten 66. Gaat u gaan. Dank, voorzitter. En allereerst compliment aan collega Deen, een hele mooie binnenkomer. Voorzitter, volgens mij verras ik niemand als ik zeg dat ik liever gisteren dan vandaag...